de eerste uitzending voor de partners van Hospice Breukenrode. Bijzonder moment. Zeker een bijzonder moment. We gaan echt beginnen met de verbouwing aan het pand hier in de Schravenzanden aan de Magnoliastraat. Dus dat is voor ons echt een flinke stap vooruit. 156 partners die inderdaad het briefje hebben ingevuld, de rekening hebben betaald en ons enorm van dienst zijn met hun deelname. Nou, ze gaan 5 jaar lang €500 per partner betalen. En dat betekent met name ook in de exploitatie voor de komende jaren dat we deze op een goede manier kunnen dichtzetten. Nou staan we hier voor een prachtig pand, hè? Mooie bungalow. Wat gaat hier allemaal gebeuren? Volgens mij allemachtig veel. Het pand is een soort split level. Dus we gaan een stukje zakken met de woonkamer en de keuken. Dus dat moet allemaal naar beneden. Dat betekent dat alle ramen et cetera er toch uit moeten om die weer op een normaal niveau te krijgen. Er komt een etage op. We hebben een aantal werkkamers nodig. Dus die worden daar op een gedeelte van de bovenverdieping neergezet. En we krijgen hier aan de zijkant krijgen wij 3 gastenkamers. We gaan alles naar beneden toe brengen, naar het straatniveau. Zodat zeg maar, de hele logistiek wat makkelijker kan plaatsvinden. De aannemer, die moet wanneer klaar zijn? Ja, de druk die wij erop houden is echt 1 september klaar. Wij willen dan 14 dagen gebruiken om het huis in te kunnen richten. En half september willen we open zijn. En dat heeft alles te maken gewoon met dat onze subsidiestroom anders te ver achteruit gaat lopen. Dat kost ons gewoon heel veel geld als we veel later open zouden gaan. Ik meen dat komende vrijdag wordt de bouwkleed geplaatst. En dan gaat men echt beginnen met het slopen, hè. Aan de binnenkant. Er zal eerst flink geruimd moeten worden. Dus, en ik hoop dat onze bouwbegeleiders binnenkort wel een mooie planning kunnen afgeven van waar de mijlpalen geslagen kunnen worden met betrekking tot de realisatie. Hier zo is de Magnoliastraat. Dan komen we eigenlijk hier de ingang naar het huis toe. Dus hier komen onze gasten naar binnen. Dan krijgen we hier een prachtige zitgedeelte, een terras met prachtige openslaande deuren. Hierboven komt een opbouw, een puntdak met een aantal kamers voor onze coördinatoren, maar ook voor de familie om zich daar even terug te trekken. En we krijgen aan de zijkant komt er een locatie bij, zeg maar, en daar komen de drie gastenkamers. En eigenlijk aan de achterzijde, of misschien wel de voorzijde, hoe je het net wil noemen, daar komt dan zeg maar de parkeerplaats. We houden een mooi stukje tuin over, waarop we een prachtig uitzicht houden. 3 gastenkamers in een schitterende aanbouw. En de vierde? De vierde gastenkamer zit hier in het bestaande gedeelte van het gebouw. Ja, die zit in het pand. Maar dan komen er ook nog vrijwilligers om de hoek kijken. Ja, dat klopt. Ook deze locatie heeft straks zo'n circa 70 vrijwilligers nodig om zeg maar van maandag tot en met zondag van 's morgens 7 tot 's avonds 11 de diensten te kunnen vervullen. Dat betekent dat de dienstloop is, zoals ik zeg, van 7 tot 11, dus 8 vrijwilligers per dag plus de koopvrijwilligers bij wijze van spreken. Dat maakt een rekensommetje van zo'n kleine 70 mensen, welke week in week uit zeg maar hun diensten gaan draaien. Dat is een krachtsinspanning voor het bestuur. Dat is voor het bestuur en voor de vrijwilligers. Het is ook wel een beetje het netwerk. Je merkt ook onder de bestaande vrijwilligers dat ze wel weer iemand kennen of iemand uit Schravenzanden kennen. Dus dat gaat wel lopen, maar het heeft zeker aandacht nodig vanuit het bestuur en vanuit eigenlijk de Westlandse gemeenschap om daar voldoende aandacht aan te besteden om die 70 mensen voor 1 september ook opgeleid te hebben. Ontzettend belangrijk dat die partners, die ruim 155 partners, dat we die op dit moment meenemen in dat hele proces. Dat gebeurt door middel van deze video die we gaan toesturen. Dat gebeurt door middel van nieuwsbrief. Dat betekent dat we hopelijk als corona voorbij is, op enig moment kunnen uitnodigen voor een bijeenkomst waarbij we ze het nodige kunnen vertellen, maar ook een soort netwerk kunnen houden. Dus de betrokkenheid van de partner, die moeten we vasthouden en die willen we ook de komende jaren goed aan ons binden.